We zijn hier in de voormalige stationschefwoning. Boven het station van Kampen. Het is een ontzettend mooi uitzicht. Het biedt ook mogelijkheden voor ons om dingen op te hangen en te laten zien. Als je hier rondkijkt zie je 365 paarden. Dat is een challenge die ik vorig jaar met mezelf ben aangegaan. Dus dat was elke dag een paard tekenen of schilderen als uitdaging. En de eerste dagen ga je zitten en denk je, waar begin ik? En op een gegeven moment komt er een soort drive in en ga je aan de gang. En de challenge dwingt je wel om te gaan uitproberen. Dus op sommige momenten heb je weinig tijd. Want met en gezin en werk zit je soms pas om 10 uur 's avonds te werken. En dan denk je, er moet nu wat op papier. Want ik ben die uitdaging aangegaan. Maar dat is, het is me alles meegevallen, moet ik zeggen. Eigenlijk begin je met een, tenminste ik begin vaak gewoon met een wit vel. En daar breng ik verf op aan. En dan ontstaat er een vlek wordt het overveeg. Ja. En uiteindelijk ga ik dat verder uitwerken. Ja, je moet je ergens lekker en prettig voelen en dat doet deze plek zeker. Ja. Ja, en ook vrij jaloerse mensen die eerlijk toegeven, oh, ik vind dit zo'n mooi plekje, ik had hier willen wonen. Of ik heb hier, jullie zitten daar zo mooi, ik ben jaloers, ik zou hier ook wel willen zitten met wat ik doe. Ja. Dus, en dat kunnen we ook heel erg goed voorstellen. Nou ja, Kampen, IJsselmuiden, iedereen kent het plekje. Het is een landmark als het ware. Dus iedereen, je ziet het verkeerspunt hier. Iedereen komt er langs, iedereen kijkt een keertje omhoog en denkt, goh, wat zou daar binnen zijn? Ja, en daar mogen wij nu werken.